Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag mij lekker klaarmaken, sieraden, make-up, kleding, alles. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb de video niet echt voorbereid. Ik ga me gewoon klaarmaken en ik dacht, hoe leuk is het om even lekker te filmen. Ik had een tijd geleden, een aantal maanden, ook zo'n video gemaakt. Het was echt super goed ontvangen. En ik dacht, dat ga ik gewoon lekker nog een keertje doen. Het is nu 16:30. En ik ga straks naar een vriendinnetje. En dan blijf ik daar lekker eten. We gaan waarschijnlijk ook eventjes uit. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon me klaarmaken en dat gewoon aan jullie laten zien. En ik had ook nog een leuk pakketje die ik aan jullie wilde laten zien. Dus dan dacht ik, dan combineer ik dat gewoon een keer met zo. In plaats van altijd zo'n shoplog erin. Even een klemmen in mijn haar. Nou, het begint al niet zo soepel, want ik kan die andere klem niet vinden. Dus ik doe even twee van die kleine klemmetjes. Ik ben een tijdje geleden ook naar de kapper geweest. Dus mijn haar is echt best wel blond. Dat zie je misschien ook wel. Maar ik ben er echt zo blij mee. Het is gewoon echt, ja, gewoon meer zomers. En als ik iets aan, ik heb nu niks aan mijn haar gedaan. Maar als ik iets aan mijn haar doe, dan voel ik me gelijk ook echt beter gewoon. Het ziet er gewoon veel beter en verzorgd uit. Dus dat is echt top. Ik heb wel gisteren, daar ben ik iets minder blij mee, heb ik dus zelf mijn wenkbrauwen gedaan. En dat heb ik gedaan met zo'n, ja, zo'n, wat je ook voor je wimpers kan gebruiken. Zo'n wimperlash, maar dan voor je wenkbrauwen. Ik ga ondertussen even make-up aanbrengen. Het zijn wel nog bijna een beetje dezelfde producten als de vorige keer. En ik doe nu de Estée Lauder Daywear op. En die heeft dus een klein beetje bruin tintje. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ik ben op zich nog wel een beetje bruin. Het is niet vreselijk wit. Maar dit is altijd fijn. En het helpt wel. Nou, ik had dus die wimperlash, maar dan voor je wenkbrauwen. Je kan het voor allebei gebruiken. Had ik dus gebruikt. En, oh, ik moet nu ook echt niet door mijn wenkbrauwen gaan. Dan krijg je dus zo'n brow, ja, zo'n brow lift effect, zodat het zo helemaal omhoog gaat staan. Maar het is bij mij echt super heftig. En normaal lijken mijn wenkbrauwen dus best wel vol als ik er niks mee heb gedaan. En ik vind juist dat het nu minder vol lijkt, terwijl het juist meer vol hoort te zijn of zo. Snap jullie wat ik bedoel? Oh ja, als je ook nog je make-up moet doen, maak je gezellig ook op. Ik heb dus wel wimper extensions, maar alsnog. Ik ga kijken of ik mijn spiegel hier kan neerzetten. Maar ja, dus mijn wenkbrauwen, als je ze dus omhoog borstelt, blijven ze dus zo staan. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Niet zo heel mooi. Ik vind het gewoon heel heftig staan. Dus ik ga straks voor het eerst proberen als ik er product in doe. En ik heb dus ook een pakketje van Pure Lei, als je het zo uitspreekt. En ik heb deze pakketje, ja, ik heb deze sieraden ontvangen. En ik dacht, ik ga dat ook in deze video lekker aan jullie laten zien. Ik heb nog niet gekeken. Ik heb alleen gekeken naar de doosjes. En ze zijn echt prachtig. Dus ja, ik ga er gewoon een paar openmaken. En dan zo verder in de video steeds wat meer. En dat doe ik ze gelijk ook in. Dat is ook wel leuk. Het zit dus in zulke mooie doosjes. Als eerste, oh ja, zit er dus een enkelbandje in. Dit is het enkelbandje. Ik vind hem echt prachtig. Ik dacht, het is wel leuk voor de zomer. Met kleine pareltjes eraan. En dan dacht ik, die kan je gewoon leuk om je enkel doen. Dat had ik namelijk ook nog niet. Dus dat is top. En ze zijn dus van echt zilver. Ondertussen ga ik ook even verder met mijn make-up. En dan laat ik zo weer het volgende zien. Of zal ik er nog eentje laten zien? Ik laat er nog wel eentje zien. Het volgende wat erin zit is dit. Wat zijn dit ook weer? Het zijn volgens mij oorbellen. Het is ook echt mega leuk om cadeau te geven. Ik heb ook een paar dingen voor vriendinnen gekozen. Maar hier zitten dus van die grote ringen in. Zo ziet het eruit. Ik zal die andere ook even in doen. Zo, dit zijn de oorbellen. Ik zou misschien persoonlijk niet de rest er ook nog bij doen. Maar voor nu is het leuk. Nou, gaan we nu even verder met mijn make-up. En dan gaan we zo meteen nog wat andere dingen unboxen. Welke ik nu ga aanbrengen is de foundation van Estée Lauder. Die is best wel bruin. Maar op zich kan ik het nu al hebben. Want ik ben nog op zich best bruin van vakantie. En ook, ik ben een keertje nog onder de zonnebank geweest.
En natuurlijk de Magic Drops kunnen ook niet ontbreken om te gebruiken. Dus dat helpt wel echt heel erg. En ik neem mijn nek ook gewoon een klein beetje mee. En wat ik dus ook fijn vind om te gebruiken. Zal ik gelijk ook even laten zien. Dat is echt deze heel goedkoop. Deze van Essence. En ja, nu heb ik natuurlijk al foundation op. Dus nu is het niet nodig. Maar het is gewoon echt een hele fijne foundation. Hij is niet heel dekkend, maar gewoon echt top. Dus als je nog een budget foundation nodig hebt, zou ik zeker die aanraden. En dan ga ik eventjes mijn foundation inblenden. Ik doe het gewoon met een beauty blender, want dat vind ik gewoon zelf het fijnste. En zo. Nou, ik heb dus nu 2 weken vakantie. Meivakantie. Want ik doe dus de PABO. Dus ik hoef alleen nog een stage te lopen voor in de klas. Ik vind het heel heftig met dit. Ik denk dat ik ze even uit ga doen. Ja, gewoon even lekker zo. En ik loop dus nu gewoon stage bij de kleuters. En zij hebben dus nu 2 weken vakantie. Dus automatisch heb ik ook 2 weken vakantie. Echt super chill. Maar ik moest wel heel veel aan mijn eindverslag werken. Voor heel veel heet dat dus een scriptie op hbo-opleidingen. En bij ons heet het een meesterproef. En ik ga hem dus morgen of overmorgen inleveren. En dan heb ik gewoon alles af. Dat is gewoon mijn laatste opdracht. Want ik heb mijn minor afgerond. Ik heb gewoon al mijn opdrachten gedaan. En dan ben ik gewoon helemaal klaar. Het is echt bizar gewoon. En dat zei ik ook al in die vorige video. Echt, die 4 jaar is echt omgevlogen. Want ik weet nog zo goed dat ik begon. En oh ja, het is echt bizar. Dus ik hoef letterlijk alleen nog die opdracht in te leveren. Natuurlijk moet ze het nog wel nakijken. Ik moet het waarschijnlijk wel 1 keertje verbeteren. Maar dan ben ik daarna gewoon klaar. Dan hoef ik geen verslagen en opdrachten meer te doen. Dus dat is echt zo top. Ik erger me echt dood aan mijn wenkbrauwen. Het is echt zo lelijk. Het staat gewoon niet bij mij. Maar ja, we moeten het beste ervan maken. Oh ja, ik doe wel even wat meer make-up op dan normaal. Want als we vanavond uitgaan, willen we wel dat lekker alles bedekt is. Dus daar gaan we ook zeker voor dat effect. Alleen jammer dat mijn wenkbrauwen zo. Ondertussen gelijk ook even wat lipbalsem erop. Ja, want mijn minor heb ik dus afgerond. In de vorige video had ik het erover dat ik daarmee bezig was. Ik heb dus een minor gedaan voor gymdocent. Dus als ik mijn diploma straks heb, ben ik gewoon ook gymdocent erbij. Dus dat is wel echt bizar leuk. Ik denk niet dat ik er iets mee ga doen. Misschien wel over een tijd, maar de eerste jaren niet. Oké, ik breng even bronzer aan. Zo. In die vorige video gebruikte ik deze bronzer net. En ik gebruik hem nu bijna elke dag. Hij is dus van Naked. En dan gaan we deze even inblenden. Ik vind dat deze stick echt heel makkelijk inblendt. Echt als je er 1 keer overheen gaat, gaat het dan een soort van in je huid. En dat geeft gewoon echt een beetje zo'n, ja, zo'n brons effect. Alsof je dus net op vakantie bent geweest. Ik zou het wel aanraden om niet te veel te gebruiken. Want hij is wel gewoon heel heftig ofzo. Volgens mij zijn er de laatste tijd ook echt totaal geen video's op mijn YouTube kanaal gekomen. Ik ben gewoon echt mega inspiratieloos wat betreft wat ik wil filmen. Oh, de kast staat een stukje open. Is dat irritant? Nou ja. Ik ben gewoon een beetje inspiratieloos met wat ik wil filmen. En ook alleen maar pakketjes word ik ook een beetje gek van. Oh, dan bedenk ik wel dat ik nu even iets open ga maken. Ik vind de oorbellen wel heftig met nog meer sieraden in. Maar even voor het idee. Oké, als volgende heb ik deze. Volgens mij is dit een kettingje. En ik vond deze wel heel schattig met die hartjes. Ik heb speciaal voor deze video bijna al mijn sieraden afgedaan. Omdat ik dacht, dan kan ik ze gelijk testen. Dus ik zal deze even omdoen. Hij heeft dus hele kleine schattige hartjes. Kijk hoe leuk. Oké, ik vind hem echt heel leuk. En dan zou ik zelf dus nog een ketting die wat langer is, zou ik er dan ook bij hangen. Maar ik vind deze wel echt heel schattig. Nou, ziet er gelijk ook heel anders uit. Met wat meer sieraden gelijk. Als volgende ga ik liquid blush aanbrengen. Ik heb namelijk een nieuwe blush. Deze van NARS. In de kleur Orgasm. Is volgens mij de lichtste blush kleur die ze hebben. Ik vind hem heel mooi. Wat ik doe, ik schud hem dus eerst even.
En je hebt dus echt maar een heel klein beetje nodig. Zijn mijn vingers schoon? Nee. Nou, doe ik een beetje zo tussen mijn twee vingers. En dan, ik breng het best wel hoog aan. Zo. Oeh, heel heftig. En zij zei dat je het met je vingers moest uitblenden. Dat vind ik persoonlijk zelf niet zo mooi. Dus ik doe het met de onderkant van mijn beauty blender. Hij neemt dan wel wat meer product op. Maar ik vind wel dat hij dan heel mooi in de huid blendt. En dan doe ik de rest een klein beetje op mijn neus. Zo. En ik ben dus de laatste tijd echt helemaal gek van blush. Ik vind het echt prachtig. Eerst gebruikte ik het nooit. Vraag me niet waarom. Maar ik vind het echt heel mooi. Zo. En er zit dus ook een klein beetje een glittertje in. Een beetje een glow. Dus dat zie je dan gelijk ook heel erg mooi. Ik hoop dat het goed overkomt op beeld. Dan breng ik wel een klein beetje poeder aan. Niet te veel, want anders is gelijk alles weer weg. En ik doe een klein beetje poeder op mijn voorhoofd. Een klein beetje hier zo. En een heel klein beetje bij mijn ogen. Zo. En dan doe ik altijd nog wel een klein beetje meer bronzer. Omdat ik het anders te weinig vind. En ik gebruik de bronzer van NARS in de kleur Laguna. Hoe meer hoe beter. Hoe heet het? Ik had misschien even mijn wenkbrauwen moeten mijn wimpers moeten doorborstelen. Want ik krijg dus de laatste tijd heel veel reacties over mijn wimpers. Het is echt niet normaal. Ik heb dus sinds een jaar ongeveer heb ik nu wimper extensions. En meiden die wimper extensions hebben gehad of het hebben, die herkennen het vast wel dat je wil gewoon elke keer heftiger of zo. Ik weet niet waarom, maar je begint een soort van best wel naturel. En het wordt gewoon steeds heftiger. En dat komt gewoon omdat je er gewend aan raakt. Je raakt eraan gewend dat het zo is. En dan wil je dus alleen nog maar meer, meer, meer. Ik vind het niet erg, want ik vind het zelf gewoon heel mooi. En natuurlijk, wat ik ervan vind, is natuurlijk gewoon het belangrijkste. Maar ik krijg best wel veel haatreacties over dat mensen het lelijk vinden. En ik denk dat het vooral komt als je, als ik nog geen make-up heb op heb voor zo. Als ik nog geen make-up op heb, dan is het natuurlijk echt het enige om mijn gezicht. En dan is het best wel heftig. Maar ik vind als ik mezelf helemaal heb opgemaakt, dat het echt veel minder opvalt. En dat het dan eigenlijk wel wat beter is. Dus ja. Ik vind het gewoon heel mooi. En ik ga het ook voorlopig nog niet veranderen. Maar ik krijg er wel best wel veel reacties over. Ook wel in het dagelijks leven van wow. Het is heftig. Maar ja, ik vind het zelf heel mooi. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is. Maar ze zijn nu ook bijvoorbeeld weer net gezet. Dus nu zijn ze best wel heftig. Zo. Maar ja, ik ben er gewoon heel blij mee. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is wat ik er zelf van vind. Oké, dan breng ik ook altijd nog een heel klein beetje gewoon normale blush aan. Ik weet niet waarom, want dan haal je dus eigenlijk het poeder, het andere weg. Maar ja, het is echt zo overdreven. Zo, dus dat doe ik er dan nog een klein beetje overheen. Ik vergeet mijn wenkbrauwen gewoon bijna. Oh, ik ga ook weer eventjes een doosje openmaken. Namelijk deze. Dit is ook een kettingtje. En deze is met, ja, met een maantje er ook bij. En verder heeft hij van die kleine muntjes. Deze heb ik besteld voor een vriendinnetje. Dus ik denk dat dat wel heel erg mooi staat als kettingtje. En ik had nog één. En dit zijn namelijk, die horen dus bij het kettingtje. En dit is namelijk een armbandje. Een armbandje met allemaal kleine hartjes. Ik zal hem gelijk even omdoen als het lukt. Het lukt niet om hem zelf om te doen, maar ik ga het zo meteen even vragen aan mijn moeder. Dan als volgende, wat ik dan altijd doe. Ik vind dus heel vaak dat dit er een beetje slordig uitziet. Dus dan doe ik met een spons. Gewoon met een beauty blender doe ik gewoon eventjes zo. Mijn camera viel even uit. Dus ik weet niet waar ik ben eigenlijk met filmen. Ik heb in ieder geval heel even wat fixing spray aangebracht. En dat dep ik eventjes in de huid. Zo. Dan
doe ik een klein beetje highlighter op. Ik gebruik altijd MAC Soft & Gentle. En dat doe ik een beetje in de ooghoeken. Zo. Dat vind ik altijd wel mooi. En ik doe ook altijd wel eens een beetje hier. Nu vind ik het een beetje heftig omdat ik al heel veel blush op heb. En we gaan dus nu verder met de wenkbrauwen. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het ga doen. Want mijn haren zijn dus echt helemaal een soort van hard of zo. Het is echt heel stom. Kijk, als ik ze... Dan gaan ze wel omhoog. Maar het is het gewoon net niet. Dus ik denk dat ik heel even mijn wenkbrauwen buiten de camera ga doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik zal eerlijk zeggen, ik vind het echt vreselijk hoe mijn make-up eruit ziet. Je wenkbrauwen zijn zo bepalend voor je gezicht. En als dat er dan niet uitziet, is het echt... Maar ja, wat moet het er mee doen? Ik ga niet alles nu opeens opnieuw doen of zo. Dat doe ik dan ook maar net niet. Zal ik eens van dichtbij kijken? Ja, ik vind gewoon mijn wenkbrauw echt te heftig. Maar het is niet anders. Ik heb dus ook een nieuwe lipgloss van Dior. En ik dacht, misschien is het leuk om jullie te laten zien. Het is die lipolie. Ik ga hem wel dan daarna gelijk eraf halen. Want ik moet me nog omkleden en avondeten en zo. Maar... Oeh, ik vind hem wel echt heel mooi. Dus dit is de eerste keer dat ik hem gebruik. Ik heb hem in de kleur 012. Heel mooi. Even kijken of ik nou alles had opengemaakt. En ik heb dus ook nog andere oorbelletjes. Hele schattige. Die wil ik jullie ook eventjes laten zien. Dat zijn namelijk deze ringetjes. Ook heel leuk. Ook leuk voor je tweede gaatje of zo. Dus dat zijn die. Dus ik ben echt mega erg verwend. Ik zal alle linkjes daarvan ook in de beschrijving zetten. Dan kan je zelf ook een kijkje nemen. En ik ga nu eventjes mijn haar stylen. Dus dan zien jullie mij zo terug met mijn haar gesteld. Dit is dus als ik er niks aan doe. Oké, ik heb mijn haar gesteld. Het is dan echt heel blond, vind ik, als ik het heb gesteld. Ik ga nu eventjes een andere outfit aandoen. En ik ga even de rest van mijn sieraden omdoen. Ik denk dus dat ik die cargo broek van de Stradivarius aan ga doen. Maar daar ga ik dus nu eventjes naar kijken. Oké, dit is de look. Ik heb gewoon deze broek aan. En daarboven gewoon een basic shirtje. En dan doe ik mijn blazer eroverheen. Ik hoop dat jullie deze Get Ready With Me leuk vonden. Ik heb het gewoon even snel gefilmd. En ik dacht... Leuk als extra video. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video.